geslacht. Ik zit goed hier. Thank you. Hallo, goedemorgen! Hij zit op de fiets. Dus daarom, toch? Zo. Lekker kort ook. Zien in de vorige vlog. Jax heeft een tand. Nou ja, niet gezien, want ik kon het nog niet laten zien. Kijken of ik het nu kan laten zien. Denk het niet hoor. Nee hè? Nog een beetje lastig om het te laten zien. Zien jullie het? Nou ja, je voelt hem wel heel erg goed. Maar hij moet nog verder doorkomen. Misschien dat hij er nog wel een beetje last van gaat krijgen. Want daarnaast voel ik ook echt al een flinke bobbel. Dus misschien dat die ander ook al aan het doorkomen is. Hey, hou je de camera vast. Schat. Hallo, daar zijn we dan weer. Goedemorgen. Het is maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En Jax die gaat alweer naar bed. Hij is hartstikke moe al. Het is 9 uur, maar hij was een beetje vroeg wakker. Dus hij gaat lekker weer naar bedje toe. Verder heb ik echt rete drukke dagen. Editen, administratie doen, foto's maken. Kindjes van hot naar her brengen. Boodschappen doen, hapjes maken voor Jax. Alles een beetje voorbereiden. Omdat ik de rest van de week gewoon eigenlijk elke dag buiten de deur ben. Het verbaast me soms wel hoor, wat je kunt doen op een dag. Als je het maar een beetje voorbereidt. En ik heb gisteren een lijstje gemaakt wat ik allemaal wil doen. Dus het is gewoon echt gaan met die banaan en afstrepen. Nu dat ik geen borstvoeding meer geef, wil ik deze gaan proberen. Die heb ik al heel lang liggen, maar dat durfde ik niet in combinatie met borstvoeding, ondanks dat het wel gewoon natuurlijke producten zijn. Maar goed, je weet maar nooit. Dit zijn namelijk een soort pillen waar je bruin van zou kunnen worden. Natuurlijke en stralende goudbruine tint zonder zon. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Op basis van kurkuma, tomaten, groot Afrikaantjes en algehele extract. Dus ik laat jullie nog weten of dit gaat werken. En deze, die ga ik ook proberen. Want ik heb dus allerlei pigmentvlekjes over mijn gezicht. Ja, ik heb nu volgens mij een beetje make-up eroverheen. Maar daar wil ik ook wat aan gaan doen. Vooral hier. Dus ik ga dit proberen. Dit helpt bij het verminderen van littekens. Maar het schijnt dus ook goed te helpen tegen het verminderen van pigment. Ik ga vandaag proberen als middageten vegetarische Turkse pizza. Ik moest net onwijs opschieten. Want Jax sliep nog. En ik moest de meiden ophalen van school. Die arme schat. Hey Jax, vond hij niet leuk? En zijn ze lekker? Liefde is eeuwig, maar blijf leven. Woehoe! De tekst van dit nummer is, jongens. Ik ga weer babyhapjes maken. Bloemkool, broccoli, wortel. En fruithapjes ook meteen. Mango en peer. Goedendag, mijn haar is nu echt serieus zeer vet. Het plakt helemaal vast aan mijn hoofd. Geen droog shampoo meer die hier nog tegenop kan. Ik zal het straks nog heel even proberen in dat kruin, want anders kan ik het niet meer los doen. Want dat is echt het ergste ever. Dat je zo'n plat kruin hier hebt. Kennen jullie dat? Dat kan echt niet. Toch gebeurt het vaak bij mij. Zie ik dan later de beelden. Je ziet jezelf natuurlijk niet zo vaak van achter. Dus mensen, als je het ziet bij me, please tell me wat verder vandaag. Ja, mijn moeder die is 60 geworden vandaag. Dus ik ga met haar even wat doen. Eten of zo. Ik moet nog een cadeautje halen. Wat haal je in godsnaam voor een moeder die 60 geworden is? Ik heb geen idee. Zo, ik ben even mijn Transavia speeches aan het oefenen. En daar heb je een hele leuke tool voor. Dit is echt zo grappig om te doen. Oké. Zo spannend. Goedemorgen dames en heren, welkom aan boord. Plaats u alsjeblieft uw handbagage, dus die grotere elektronische apparatuur zoals laptops in de bagagevakken onder de stoel
voor u, zodat het gangpad en de uitgangen niet worden geblokkeerd. Graag uw medewerking hiervoor om te voorkomen dat uw handbagage in het vrachtkamer moet worden geplaatst. Sorry hoor. Dank u wel, dag. Elektronische apparatuur, zoals laptops, in de bagagevakken. Graag uw medewerking hiervoor om te voorkomen dat uw handbagage in het vrachtwagen moet worden geplaatst. Dank u wel. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on board. Your hand luggage should be stowed in the overhead luggage bins under the seat in front of you in such a way that neither the aisle or the exits are obstructed. We kindly ask you for your cooperation in order to avoid having to stow your luggage in the hold. Thank you. Het is vet gek om jezelf te horen. Ladies and gentlemen, welcome to welcome aboard. Your hand luggage should be stowed in the overhead luggage bins and under the seat. Stop. Nieuwe poging. Many unbearable hours later. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Jack's even in de draagdoek hijsen, maar ik doe wel mijn jas uit, want het is super warm. Ik moet de meiden naar Turner brengen, maar ik moet ook nog een cadeautje kopen voor mijn moeder, die vandaag jarig is. Dus we gaan heel even snel de stad in. Warm is het, hè? Het is, jezus, het is echt erg dit eigenlijk. Komen jullie? Nou, gaan we hier even kijken. Komen jullie? Joehoe! Ik weet het echt niet. Ik herinner me ineens dat ik die vroeger zelf had. Zo schattig. Die veersbeestjes. Nou, we zijn weer eventjes op de terugweg naar de auto. Ik moet de meiden namelijk echt naar Turner brengen, want anders komen ze te laat. Bij dat winkeltje waar we net waren, hebben ze echt helemaal geen leuke sieraden. Dus dat gaat hem niet worden. Dus ik heb nog steeds geen cadeau. Dat is lastig, maar goed. Komt zo wel goed. Eerst even snel die meiden weg. Geslaagd. Ik heb het al door. Ik zou uit eten gaan met Omi, maar ze komt hier en vervolgens heeft ze alleen maar aandacht voor deze. Ja. Daarom komt ze hier. Cadeautje. Oh. Ja, die had je nodig, toch? Ja. Oh. Weet jij het niet? Oh. Daar heb ik hem weer. Ik zat te denken van, wat zal ik er nou voor hangertje bij doen? En toen zag ik een vlindertje. En toen moest ik denken aan die tatoeage die we samen hadden gezet. En toen was ik 16 geworden. En toen zette jij dat vlindertje. En nu ben jij 60. Ja, dit vlindertje. Dit vlindertje. Prachtig vlindertje, hè, mam? Prachtig. Zo mooi. Prachtig, zo mooi fijntjes. Ik heb wel heel lang naar zo'n vlindertje gezocht. Prachtig. We zitten op de VIP-stoelen, jongens. Oh. Ja, gewoon naar achter duwen. Wil je nu al liggen, man? Ja, alleen even uitproberen. Jij gaat minstens een jaar aan de andere kant van de wereld wonen? Dat was zeker een waar genoegen. Ik zit goed hier. Sjaal, hè? Kijk. Oh ja. Hey, appeltje. We zijn bij de film. Hallo. Doris, een echte aanrader. Wat een superleuk film. Hij was heel grappig. Hè? Oh, ik moet plassen. Ik ben even twee theetjes aan het maken. Bart is al aan het wachten boven. We gaan even boven serietje kijken. Ik heb het idee dat dit een beetje een chaotisch vlogje is. Ik denk omdat ik gewoon heel erg druk, echt rete druk ben geweest de afgelopen twee dagen. Morgen moet ik de deur uit voor die eventje van Kuka. En 's avonds gaan we naar Lion King. Jola weet het nog niet, dus het wordt echt een hele leuke verrassing. Dus kijk zeker even naar de volgende vlog als je daar benieuwd naar bent, hoe zij gaat reageren. En die dagen daarna heb ik allemaal Transavia cursus. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Hele drukke dagen. Beetje een chaotisch vlogje deze keer, maar ik maak het de volgende vlog zeker weer goed. Want er staan, zoals je net hoorde, super veel leuke dingen op de planning. Ik zie je dan. Dankjewel voor het kijken naar deze chaotische vlog. En tot dan.
Rock that joint.